In deze tekenles gaan we voor het eerst perspectief tekenen. En ik heb het zo simpel mogelijk gehouden. Dus het is dus een één punt perspectief. Waar je eerst op moet letten is dat je een horizonlijn gaat bepalen. Dus dat is echt letterlijk de horizon van tussen aarde en lucht. Overal zie je horizonnen. Als je eenmaal je horizonlijn hebt staan, dan kun je dus uitgaan van het geheim van de smid. Je tekent een huis op de grond. Wat je dan gaat krijgen, en straks gaan we dus een echte tekening, dit is even een voorbeeld, we gaan zo echt tekenen. Maar je ziet dus dat al die lijnen vanuit dat middelste punt naar buiten gaan. Zo kun je dus eenvoudig al zien dat bijvoorbeeld een hekje ontstaat, of een paadje, of dat soort dingen. En dan laat je al die lijnen dus verdwijnen naar dat middelste punt toe. Ook een bomenrij kun je dan makkelijk in verhouding gaan tekenen. Op de achtergrond kun je altijd makkelijk wat bergen maken of een bomenrij. En als je dus die verdwijnpuntlijnen goed in de gaten houdt, dan krijg je al heel snel dus een perspectieftekening die dan ook kloppend is. Zonnetje erbij. En je hebt je eerste opzet staan. Je ziet dat dus overal terugkomen. En je kunt het ook toepassen op bijvoorbeeld een treintunnel. Hier was ik een trein aan het tekenen. En als je goed kijkt, dan zie je dus diezelfde horizon. De horizon kun je niet letterlijk zien, want je kijkt een tunnel in. Vanuit dat verdwijnpunt kun je dan al de rails gaan tekenen. Die rails die liggen dan weer van die dikke bielsen. En als je goed kijkt, dan zie je dat hoe verder je naar de horizon gaat, die lijnen steeds dichter en dichter op elkaar komen naar die trein toe. Stel, er loopt een hekje langs de trein, langs de rails op. Dan zou je die dus heel makkelijk ook met die verdwijnlijnen kunnen intekenen. Hier loopt dan een berg en hier weer dat andere hekje. Zo doe je steeds de afstand wat groter maken. Kun je hier goed zien. En dan is dat ook weer een kloppend hekje. Dit is de ingang van je tunnel en de uitgang. Dus je kunt door die tunnel heen kijken, zeg maar. En hier bijvoorbeeld een ingebouwde muur tussen die twee bergen in. En hier de rand van de tunnel. Maar dat is dus allemaal met die verdwijnpunten. Precies hetzelfde als dat je een huisje zou tekenen of dat er nou een trein is. Dat maakt dus niet uit. Het principe is precies hetzelfde. We zullen eens even echt gaan tekenen. Hier zet ik een puntje en daar komt dan ook mijn horizonlijn op. Dan komt het. Het geheim van de smid is dit. Gewoon een simpel huisje teken je erop. Nu dat ik mijn huisje heb en die horizonlijn, dan kan ik de boel een beetje leuk gaan maken. Dus ik teken bijvoorbeeld een deurtje erin en een raampje erin. En een bovenverdieping met ook wat ramen erin. Hier op de zolder zitten bijvoorbeeld ook twee raampjes. Een mooi lijstje eromheen. En misschien zitten er mooie van die houten opgetimmerde planken helemaal tot aan de nok. Maar dat kun je zelf verzinnen hoe je dat huisje dan aankleedt. Hier zie je die denkbeeldige lijnen. Maak even stippellijntjes van. Het is gewoon een lelijke tekening, maar het is gewoon even als voorbeeld.
Stel, hier staat een rij bomen. Dan teken ik die achterste boom wat kleiner. Die tweede boom ietsje dikker, de stam, want dat komt dus naar je toe. En dan die derde boom nog iets dikker. Die bomen zijn ongeveer even oud en van hetzelfde soort. Dus dan zouden ze in perspectief dus zo ongeveer moeten groeien. Teken ook een hekje erin. En dan zie je dat die afstand dan steeds ietsje groter wordt. Zo, een beetje een stevig hekje ervan maken. En dan trek ik hier. Zo. En dat is Jantje aan de kant. Zo. Een paadje. Dus ook weer vanuit dat middelste punt. Dan kun je dus heel makkelijk een pad naar de voordeur maken. Ga nou eens weg. Zo. En hier. Ga weg. Bijvoorbeeld een stenen muur. Dus ook weer vanuit dat middelpunt. Kun je dan de dikte van de muur erin tekenen. En wat stenen teken ik erin. Even zien. Nou, hier wat wolken op de achtergrond. De zon die piept er net uit. En dan kun je hier dus op die horizonlijn, zou je dus een bomenrij bijvoorbeeld kunnen tekenen. Voorlangs loopt de weg. Dus die teken ik gewoon zo erin. Een paadje voorlangs, zeg maar. Hier ook nog wat wolken. En die bomenrij dus in de verte. Dat is heel in de verte, zeg maar. Nou, eens even kijken. Wat kunnen we nog meer? Links kunnen ook nog wel wat bomen. Dus er staan bijvoorbeeld wat van die coniferen. Dus die kan ik dan ook met die dan denkbeeldige lijn uit dat middelpunt. Kan ik die bomen dan steeds ietsje groter laten worden. Zeg maar die grootste bomen zijn dan het dichtst bij. Dus die lijken dan ook het grootst. Hier een mooi randje langs het pad. Even nog wat lijstjes om de ramen heen. Raamkozijnen. Zo. Nou, dan zou je dus echt heel mooi met kleurpotlood kun je dan alles inkleuren. Ik doe het nou gewoon eventjes met die fineliner. Als voorbeeld gewoon. Maar dan kun je dus ook al wat schaduwen intekenen. En wat kleuren. En de boombasten erin. En ja, je kunt dan zoveel mogelijk verzinnen als je maar wil. Misschien hebben deze mensen wat lage struikjes voor aan de tuin. Dus die kun je erin tekenen. Nou, en die kun je dan weer kleuren met kleurpotlood. Of met viltstift in tekenen. Zo, wat takjes eronder uit. Dus dan hebben ze een leuk heggetje vooraan de weg. Hier ook nog een struikje. Met takjes daaronder. En je kunt zelfs stoeptegels erin tekenen. Dus ook weer vanuit dat middelpunt. En dan steeds dichter op elkaar zo naar die deur toe. Dus stoeptegels, enzovoort, enzovoort. Dus het is een allereerste start en de makkelijkste manier om te leren om met perspectief te gaan tekenen. Heel veel succes ermee en maak er zoveel mogelijk. En ik hoop jullie weer te zien in een van mijn andere filmpjes. Groetjes van Lieneke.